Wat een gekke wedstrijd eigenlijk. Ja, een beetje een probleem overal, ik denk. Maar ja, het belangrijkste was natuurlijk de drie punten. En, ja. In de halftime also we talk about that one. Trainer said only that one. Everybody have to wake up because yeah, it's, if we still sleeping, maybe it's getting surprise. And we don't want to lose points at home because we doesn't win last week also. So this game at home is really important. And yeah, the team understand that one. And yeah, we score 5 goals. Begrijp je dat ze één speler, in dit geval Engelaar, eruit pikken die eigenlijk vaste basisspeler is hier? Het gebeurt namelijk bijna nooit dat iemand er zo in negatieve zin wordt uitgepakt door het publiek. Nou ja, ik begrijp dat helemaal niet. En, ik bedoel, laat ze mij maar uitfluiten. En ik ben er uiteindelijk verantwoordelijk voor dit team. Dan neem ik dat wel op mijn schouders. En, kijk, ik vind namelijk dat mijn spelers moet beschermen. En, ik vind namelijk niet terecht. En ook niet. Het helpt namelijk de speler namelijk ook niet, denk ik. En als ze met z'n allen het doel voor ogen hebben en wij als spelersgroep en als supporters, ja, dan hebben we ze nodig. En als je ziet, ook in de uitwedstrijden die daar altijd zijn, zijn altijd heel erg goed voor ons. En ja, dat is altijd heel erg goed. En ja, het mag niet ontaarden in dat je straks dat eerst spelen X en dan spelen Y. Ik bedoel, het is geen trend hoor bij PSV, hoor. Laat ik niet daarin duwen, maar het is wel een hele vervelend en denk ik zeker dat je op één speler, ja, permanent als hij balbezit is, dat hij dan wordt uitgevloerd en dat helpt dit team niet, denk ik. Uiteindelijk komt het toch ook goed, want de individuele kwaliteiten komen er weer uit en er worden goede goals gemaakt. Ja, kijk, als je de doelpunten gaat zien, dat is gewoon van een goed kaliber. En dat is ook goed. Kijk, en nu wordt natuurlijk het accent heel erg richting de twee tegendoelpunten. Kan ik me ook voorstellen. Ik ben zelf degene die altijd zegt van, als je uiteindelijk met die schaal in de handen wil staan, dan geldt er niet het aantal doelpunten voor, maar meestal het doelpunten tegen. Nou, en dat is toch wel een thema waar wij heel laat aan moeten gaan werken. Altijd leuk om 4 keer te scoren in 1 week. Zo. Ja, hij speelt niet goed vandaag, maar hij scoorde 2 en we pakten 3 punten, zo, dat is goed.